Het Management Instituut voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem, MIGLIS, beschikt vanaf 24 november niet over een landmeter. Dit deelde VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin gisteren mee in de Nationale Assemblée. Gayadin vroeg dringende aandacht voor deze kwestie omdat er een behoorlijke achterstand ontstaat. En we zien dat tot op dit moment er heel wat achterstanden opgelopen worden. En ik denk dat het van belang is, voorzitter, dat we de aandacht van de regering vragen hoe snel deze kwestie opgelost moet worden. Als het nodig is dat regelgeving aangepast moet worden, dan moeten we dat snel en ingrijpend doen. Maar de burger zo laten in onzekerheid, dat kan niet. Het MIGLIS is het instituut dat belast is met het beheer van grondregistratie en landinformatiesystemen en bij de wet grondregistratie en landinformatiesysteem is ingesteld. Gayadin vroeg ook dringende aandacht van de regering met betrekking tot de stijgende criminaliteit. We worden dagelijks geconfronteerd met berichten vanuit die samenleving, dan wel in de media, hoe er door de dag heen, of het nu 's morgens is of 's avonds is, hoe vervallen plaatsvinden, voorzitter. Ik denk dat we dringend aandacht vragen van de regering om met een gedegen plan te komen. En voorzitter, ik wil besluiten met een kritisch noot wat dit betreft. Als de instituten falen, als er personen falen, als functionarissen falen, dan moeten ze weghalen, voorzitter. Gayadin benadrukte dat het niet zo kan zijn dat de gemeenschap gebukt gaat onder het niet goed functioneren van functionarissen.